wat ik doe bij het studeren van deze muziek is eigenlijk net zo geconcentreerd aandacht besteden aan de noten die moeten klinken als aan de rusten of de stiltes in de muziek. De niet gespeelde noten, die geven je gelegenheid om de muziek te beleven. Dus je hebt dus een technische stilte die de luisteraar de tijd geeft om te zeggen wat heb ik gehoord. Maar de muzikant moet ook zichzelf de tijd nemen om zich te realiseren wat hij gespeeld heeft. Zonder stilte zou muziek alleen geluid zijn.